Nou, de Oosterschelde is natuurlijk een heel prachtig mooi gebied. En ja, iedere dag is anders. En als je daar je werk in kan doen, ja, daar geniet ik echt van. Ja, je bent echt één met de natuur. Er komen dagen voor dat ik echt tot aan mijn middel in het water had. Het aan mijn heupen en zeewier staat te snijden. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En sinds vorig jaar is mijn dochter erbij gekomen. Die doet dat ook. En ja, ik voel wel, ze heeft ook natte vingers. Die schuwt dat ook niet. En dat doe ik zelf ook niet. En het is best wel mooi dat het samen kan doen. Nou ja, er zijn dagen dat het natuurlijk hartstikke mooi weer is. En, of ze sneeuwt, dat maakt niet uit. Maar daar kan ik echt van genieten. Dan ga ik er soms gewoon even bij zitten. En dan kijk ik, tjoe, wat is dat toch mooi hier in die Oosterschelde. Ja, daar geniet ik echt van. En als je dan je werk zo kan doen met opkomend zonnetje. Ja, dat is gewoon magnifiek. Ik snij bijna iedere dag weer of geen weer. Kijk, een paar jaar terug, dan moet ik wel weer. Zat er zoveel ijs, zat hier alles vol met ijs. Was spierwit. Ja, dan kan je echt niks doen. Dan heb ik twee dagen gewoon zeggen van ja, Jan, even rust. Ik ben Jan Kruisen, ik ben zeewiersnijder en ik trek er dagelijks op uit. Op laag water om zeewier te snijden aan de oevers van de Oosterschelde. Ja, ik ben zelf opgegroeid hier in, op Hierseke. En ja, je was dagelijks te vinden aan de Oosterschelde. Water dat trekt. Ze zeggen wel eens, er zit zout water in je bloed. Maar ja, het was natuurlijk hartstikke leuk. Er was alles nog vrij, je mocht veel. En ja, de krabbetjes vissen. Pieren steken op laag water, ja, met de feukjes vissen op paling. Ja, we hadden eigenlijk een hele leuke jeugd hier aan de waterkant. Dat kan je toch merken, dat zit toch echt in je bloed en dan word je ouder. En dan ga je varen. Toen ben ik ermee gestopt en dan ben ik 24 jaar kokkelvisser geweest. En ja, dat was ook een heel mooi beroep. Waddenzee, Oosterschelde, voor Delta. Maar goed, dat moest stoppen van de overheid. Dus dan moet je wat anders. Dan heeft dat een hele impact op jezelf, maar ook op je gezin. Ja, dan moet je in één keer stoppen. En dat komt heel hard aan. Dat moet je echt even verwerken. Dat viel niet mee. Dat merkte mevrouw morgen aan mezelf. Ik was zeer kort en alles. Maar goed, het leven gaat verder. En dan ga je toch eens kijken, wat kan ik nog? En dan ga je eens kijken van, ja jongens, wat wil ik? Ik ben geen persoon om tussen vier muren te zetten. Ja, ik ben liever buiten bezig, echt in de natuur. De smoorste. Een oom van mij deed dat al. In het knotswier. En ik heb dat bedrijf toen overgenomen. En ik ben de andere wieren erbij gaan doen, de consumentwieren, die je kan eten. En zo ben ik erin gerold eigenlijk. Ja, dat was echt een hele omslag. Ja. Dat is Japans bessenwier. Dat is een winterwier. Als het goed is die in mei weer weg. Begin juni wordt het water te warm. En dan gaat hij weg. Het is in feite een exoot. Die is in 1973 hier in de Oosterschelde gekomen. Hoe het er gekomen is, ja, de meningen lopen uiteen. De ene zegt met ballastwater van een zeeschip, de andere zegt met de partij oesters. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij is goed blijven gedijen hier zo. Ja, ja. Hij wordt geheel gebruikt. Ook wel, maar ze doen ook wel eens de blaadjes eraf of de besjes. En ja, je kan er eigenlijk veel mee doen. Ze doen hem veel rauw. Er zijn erbij die doen hem koken of blancheren even. En dan maken ze een stamppot van. Er komen er ongeveer 150 tot 153 soorten komen hiervoor in de Oosterschelde. En er zijn er 5, 6 leverbaar van. Dus die lever ik zelf dan. Waarom doe ik er maar 5, 6? Die andere die komen gewoon in te weinig voor. In kleine hoeveelheden. Ja, deze komt enkel in de Oosterschelde voor. Ja, dat is echt een heen soort. Ja, is van origine hier al heel veel jaren. Ja. Het wordt ook gebruikt als een frituurtje. Wordt het gewoon gedroogd. En doen ze er een beetje olijfolie overheen, een sesamzaadje. Heb je gewoon een heel lekker krokant chipje heb je dan, in feite. Dus ook daar wordt het ook voor gebruikt, maar het wordt ook gebruikt voor in de salade. Gewoon vers. Hij voelt hard aan. Hij is bruin. Maar zodra het warm wordt, wordt hij groen. En wordt hij ook heel zacht van structuur. Ja, dan wordt hij heel zacht. Dat is ook wel het mooie van het wier eigenlijk. Ik kan er best veel mee doen. Ik snij gewoon 1/3 van de plant snij ik af. Die snij ik af, 1/3 van de plant. En dan groeit hij vanzelf weer terug aan. Ik doe het in zakken en ik neem dat mee naar hier toe. Ik gooi dat hier gewoon in Oosterscheldewater weer. Er staat de zuurstof bij. Kan ik het makkelijk 14 dagen houdbaar houden. Maar ik hou het altijd op een week. Want ik snij gewoon bijna iedere dag vers. Dus ik probeer het zo vers mogelijk te leveren. Dus nooit te veel voorraad. Kijk, dat is nou Wakame. Dat is ook een exoot. 1973 waarschijnlijk hier ook gekomen. Ongeveer, ik weet niet exact de jaren. Maar het is ook een heel mooi bier om mee te werken. Kijk, als je hem van proeft.
proef je echt een soort oestersmaak zit eraan. Het is een heel lekker zacht mals bier. Veel smaak aan. Je kan er ook zelf, wat ik net zei, rauw eten. Je kan het ook een vis inwikkelen in die blaren. En die nerf die erin zit, wordt veel gebruikt voor bouillon van te trekken. Van die nerf. Ja goed, ik snij natuurlijk iedere dag zeewier. En dat is, ik snij eigenlijk door heel de Oosterschelde heen. En op een duurzame manier. Ik laat altijd 1/3 van de plant staan. Waarom? Dan groeit hij vanzelf weer aan. Dan heb je er volgend jaar ook weer het aan. Als je dat niet doet, dan ben je aan je eigen toekomst bezig, zeg ik altijd. Dus je bent er echt duurzaam mee bezig. Ik ga er echt met verstand mee om. Moet je ook doen. Ik ben in een nationaal park bezig. Natura 2000 gebied. Ik leef er veel regels aan. Om de 4 jaar moet ik een natuurtoets laten schrijven. Dat houdt in dat je geen schade mag maken aan de natuurwaarden in de Oosterschelde. Dat moet gewoon op papier staan. En met allerlei soorten vogels rekening houdt. Zeehonden en andere vogels die er voorkomen in het gebied. Er zijn ook gebieden in het broedseizoen die ik van mezelf maar ook niet mag komen. Daar kom je zelf niet, dat weet je van jezelf. Daar moeten vogels eerder broeden. Daar hou je rekening mee. En dat vind ik ook wel mooi. Je ziet zelf een vogelstand toch vrij constant hier. Als je ziet hoeveel vogels er rond je heen vliegen hier in de Oosterschelde. Nou, daar kan ik best wel van genieten, van die beestjes. Van alle beesten eigenlijk zelf, want je bent er ook heel veel in bezig. En dan zie je van alles om je heen gebeuren. Zo van een schoolekster tot een kopmeeuw, tot van alles. Ik werk natuurlijk op het getij. Dat ik de zomermaanden heb, dat is natuurlijk s'morgens om 4 uur laag water. Om 5 uur, maakt niet uit. Dan sta ik hier ook in de Oosterschelde. En als dan de zon op ziet komen in het oosten, ja, dat is gewoon schitterend. Ja, daar geniet ik van. Soms haak ik er even voor zitten en dan kijk ik alles rond me heen wat er gebeurt. Dan zie je een meeuw en een krabbetje pakken of zo. Of een kop mee hebben ruzie om een stukje platvis of zo. Ja, dat is vind ik indrukwekkend. En als dan zo je werk mag doen, ja, dan geniet ik zelf van. Het is een heel mooi gebied Oosterschelde, echt. Ja, kijk, zeewier is natuurlijk enorm gezond. En ik zie het echt als een voeding van de toekomst. Je moet nooit meer, dus van persoon tot persoon verschillend, niet meer dan 70 tot 80 gram verse zeewier per dag eten. Dan heb je alles binnen wat je nodig hebt aan vitamines en mineralen. Ja. Ik wil echt de volgende generatie meegeven dat we echt anders moeten eten en veel gezonder moeten eten. En dan kom je toch op zeewier terecht. Ja, zeker weten.